negen leden. Werd er in het bestuur van Rino Zuid gezegd, moet Rino Zuid zich niet mengen in de discussie over de rol van de psychiatrie in Nederland in de komende jaren. En toen heb ik gezegd, nou ja, dat is inderdaad verstandig dat Rino Zuid dat doet. En dit is een van de uitkomsten daarvan, het feit dat we daar een symposium over organiseren vandaag. Jacques Gasten zei net al dat we dat combineren met het afscheid van Jacques Langveld, onze hoofdopleider die dat 8 jaar geweest is bij Rino Zuid. Dankjewel Mark voor je opening en je hebt de toon gezet, zou ik maar zeggen, en de interessante thema's aangesneden. Dames en heren, we beginnen nu met de 4 inhoudelijke lezingen. We zullen deze middag verschillende perspectieven presenteren op het vakgebied psychotherapie, het beroep psychotherapeut en zeker niet het laatste, dat zit in het voorbeeld van het programma wel als laatste, de beroepsopleiding tot psychotherapeut. Kun je voor een individuele patiënt aanwijzen bij jou is fototherapie een goed idee en bij jou, bij die andere patiënt, is interpersoonlijke therapie? Ik denk misschien wel de belangrijkste vraag die we nu aan moeten beantwoorden de komende jaren. Ik denk vandaar ook echt naartoe moeten. Het is ook een onderwerp wat nog wel eens terugkomt, heel erg door personalized medicine. Ik denk dat we met deze informatie beter kunnen voorspellen wie welke therapie krijgt, maar dan moeten we het gaan testen. Dan moeten we het gaan testen voor opties. Dan moeten we het model eerst ontwikkelen in een bepaalde groep patiënten. En vervolgens elke nieuwe patiënt die langskomt, of je krijgt de best voorspelde therapie, of je krijgt therapie die geanalyseerd is, of die door een therapeut wordt aangeboden die je zelf wil. Maar het zou wel eens een hele grote oplossing kunnen zijn. En misschien ook de redding van de psychotherapie, want op zijn minst een enorme vlucht voorwaarts. Er is inmiddels een hele nieuwe pagina in deze menukaart met allerlei vormen van cognitieve trainingen. En die vormen een aanvulling op het behandelpatroon. U ziet in de linkerkant dat ze nu automatisch, dus alleen de 2 groepen die getraind zijn, alcoholjuist met verwijdering gaan associëren. Nou, dit is voor cognitieve psychologen echt om te laten tanden dat je iets met plaatjes zit te trainen en dat je dan op een taak met woordjes iets krijgt. Ik denk dat de eerste psycholoog een dokter was. Ik denk dat het feit dat de psychologie en de meeste wetenschap uit elkaar gegaan is in de 50 jaren, eigenlijk vergaande consequenties heeft gehad voor het vak van psychotherapeut. Dus de psycholoog heeft niet alleen God opgegeven, maar ik denk dat de psycholoog vooral de kracht van de biologie veronachtzaam heeft. Dus ik hoop dat vooral ook de evidentie vanuit de neurowetenschap ons ook weer wat dichter bij elkaar brengt. Dat we gaan zien, en sluit jouw studie ook aan als je gaat trainen, laat zien dat we eigenlijk beide nodig hebben, zeg maar, om het vak van psychotherapeut goed te verankeren in de moderne, wetenschap, maar ook in de moderne zorg. We vergeten vaak dat een goed gesprek aandacht voor aanspecifieke factoren en vaak de reden van klachten overigens, dat dat van eminent belang is in de behandeling. Wordt de psychotherapeut een eettherapeut? Er is onder psychotherapeuten een behoorlijke koudwatervrees. En in sommige gevallen heftig verzet, maar ik denk dat het antwoord toch ja, voor een flink deel ja. En ik zal u uitleggen waarom ik dat denk. De eerste belangrijke reden is dat online hulpverlening grote groepen mensen met psychische problematiek weet te bereiken die tot nu toe niet of moeilijk in de reguliere office-based hulpverlening te vinden zijn. Een tweede en eveneens volgens mij cruciale reden is dat online therapie werkt en daarover direct meer. En de derde reden is dat het soms kosteneffectiever is dan vis-à-vis psychotherapie en daar is in de GGZ momenteel in toenemende mate belangstelling. Ik denk dat het momenteel zijn de rationaliseringsproces een goede zaak is. Het wordt wel voor een psychotherapeutische stroming steeds lastiger om zichzelf staande te houden, zonder de ruggensteun van een stevig wetenschappelijk fundament. Jacques torent boven zijn omgeving uit en is een groot man. Toch durf ik ook vanuit deze context nog te herhalen. Maar wellicht moet ik het dan een beetje onderbouwen. Ik zie Jacques niet zozeer op een toren staan. Ik vind hem een groot man. Als je naar zijn foto kijkt op de eregalerie hier binnen Rino.
Hij straalt je toe als een vriendelijk, maar ook vastberaden iemand. Iemand met vertrouwen. Ik wil je graag alle succes wensen. Het is een reverse-beld. En het is dé reverse-beld van Wim Zuid. Er zijn een beperkt aantal mensen die